Maar waar zit de truc? Ja, dat komt zo meteen. Dat komt achteraf. We betalen nu gast. Ja, maar wacht nog maar, jongen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Magie Gasten. Ik ben Niels. En ik ben Joost. En we hebben vandaag weer een heel erg leuk item voor jullie. Want wat gaan we doen, Niels? Nou ja, we staan hier nu in de keuken, maar wij zijn de Magie Gasten. Wij kunnen niet koken, dus dat gaan we niet doen. Nee, het is inderdaad niet echt iets voor ons. We gaan gewoon lekker eten bestellen. En jullie hebben eerder aan ons gevraagd of wij het gratis pizza bestellen item een keer opnieuw zouden willen doen. Gaan we niet doen, maar het is vandaag weer iets vergelijkbaars zoals die vorige truc. Ja, alleen nu net iets anders, want tegenwoordig heb je dus allemaal van die nieuwe delivery services, zoals Foodora, Deliveroo inderdaad. En ja, ik zou zeggen, laten we daar vanavond maar eens even lekker gebruik van gaan maken. Ik heb hier goed en gezond eten. Lekker restaurantje. Relax, want het is natuurlijk allemaal restaurant eten, toch? Ja. Chill. Top quality. Wat ga jij eten? De melanzana parmigiana. Dat is? Italiaanse overschotel. Oh, dat wil ik ook. Wil je dat ook? Ik ook. Ja, hoeveel kost dat? 10,90 per stuk. Oké, zitten we nu op 24,30 euro. We willen natuurlijk wel... Ik wil wat lekkers erbij. Lekkers erbij? Tuurlijk. Wijn of bier? Bier. Echte mannen, juist. Echte mannen drinken bier, jongen. Oké, gewoon een sixpackie? Ja, lekker. Heb je wat te doen morgen? IPA. Waar staat dat? Ja, weet ik. Oh, hier. Lowlander, IPA. Ja, prima. IPA. Oké. Oké, twee bier en twee melanzana parmigiana. Wil je nog een snackie erbij? In de vorm van? Een borrelnootje. Ik wil een toetje, gast. Tiramisu? Nee. Citroen meringue? Fuck. Caramel bavarois? Bananencake? Dat is ook lekker. Dat is caramel? Is echt wel lekker. Oké, ja. Doe ik eentje voor jou. Doe ik een bananencake. Een bananencake. Oké, ik kom uit op €40,40. Zoveel? Ja, best duur. Maar ja, het is high quality voedsel. Maar jij hebt hier de truc voor, toch? Ja, natuurlijk. Ik heb hier wel een truc voor, ja. Maar ik ga nu op afrekenen drukken, ja? Dan moeten we wel eerst echt afrekenen. Oké, prima. Oké. Okay. Doe jij dat maar. Doe ik met de black card van mijn papa. Ik ga niet zelf betalen. Oké, dus als jij nu betaalt, zeg maar, dan kunnen we het gewoon lekker doorspoelen, want zo boeiend is het niet. Maar dan ga je zo met eten. Maar waar zit de truc? Ja, dat komt zo meteen. Dat komt achteraf. We betalen nu gast. Ja, maar wacht nou maar, jongen. We hebben betaald. Lekker. Het is over 35 minuten hier. Hi. Sorry, maar ik ben een beetje aan het... Oh. Een beetje stom aan het doen. Ik ben je kwijt. Oh, nou, dit was hem. Dit zijn twee warme. Het zijn twee. Oh ja. Helemaal goed. Lekker warm gehouden. Ja, eet smaak. Ja, bedankt. Doei, ja. Oké, dit zijn de warme maaltijden. Maar ik ben wel benieuwd, het is dus echt quality food. Toch? Ze zeggen het, ja. Oké, eerlijk, het smaakt echt vet lekker. Toch? Ja, vind je? Ja, maar ik ben nu wel benieuwd. Want ik ben een fucking chill eten en ik heb echt heel chill eten geregeld. Maar hoe ga je dit gras regelen? Ik vind het een beetje koud. Nee, wat toch? Is dat je grap? Nee, is dat echt je grap? Even kijken. Even het nummer van Deliveroo. Oh, kut, ze staat er nog. Even een wilde gok. Jij gaat nu tegen hun zeggen van het eten is niet goed, ik wil mijn geld terug. Precies. We gaan de jongens van Foodora eens even opbellen. Die slaan ze ook gewoon koud. Nu zag ik even een slaatje uit kunnen slaan. Goedenavond, u spreekt met Niels. Het probleem is dat het koud is. Dus een Italiaanse lasagne had ik net besteld. En ja. Nou, normaal gesproken maakt het me niet zoveel uit. Alleen ik heb vorige week ook al wat besteld naar biefstuk. En die was ook koud. Dus ik denk ik ga toch even bellen. Want... Ik ga heel even kijken wat er mogelijk is misgaan. Even kijken, Niels. Want hoeveel jullie hebben hem niet heel laat gekregen? Zie je? Nee, helemaal niet. Dat is het probleem ook niet. Hij is redelijk snel. Nee. Hij is best wel snel gekomen, dus dat is al raar, want dan lijkt het me bijna alsof hij door het restaurant dan niet warm is meegegeven. Ja, niet warm genoeg of zo. Ja, oké. Dat is bij dit, zie ik. Ja, klopt. Oké, ik ga ook even dit hierover contacteren, dat het hopelijk in de volgende niet meer gebeurt. Oké. En is het nog eetbaar?
Maar... het is koud, dus het is toch een beetje zonder van het geld. Ik wil in ieder geval hiervoor een bijpassende vergoeding voor aanbieden. Oké. Dus die krijg je toegestuurd voor het koude eten. Dat is een 50% wordt vergoed van de lasagne hiervoor. Oh, nou, geweldig. Hartstikke bedankt. 50% van de bon die wordt kwijtgescholden. Oké. Nou, dan betalen we 20 euro. Ja, maar dat is een goede winst. Want eigenlijk wat we nu zeggen is dat je gewoon een soort van twee halen, één betalen kan doen in een restaurant, maar dan thuis verzorgd. Precies. Toch? Dat is uiteindelijk de deal geworden. Dus, vonden jullie dit nou een leerzame video en leuk? Geef hem een duimpje omhoog. Ja. En volgende week zijn we er gewoon weer bij. Ja, vergeet even het overgegeven wat je ook niet te doen hebt. Comment even, subscribe en dan zijn we volgende week gewoon weer terug. Boom. Later.